toch iets eigens. Ik kom hier graag. Alleen dat jullie het zo erg moesten maken met dit weer, dat had dus niet gehoeven. Want ik mag straks weer terug en jullie kunnen bijna allemaal lopen, denk ik. Niet? Dat mag je ook niet denken, hè? Maar goed, ik ben hier vanwege een bijzondere feestelijke gelegenheid. En ik wil in de allereerste plaats wil ik de gedecoreerden van daarnet hartelijk feliciteren. Ik heb het net met een handdruk gedaan, maar langs deze kant van harte proficiat met die koninklijke onderscheiding. Het betekent gewoon dat ik mosterd naar de maaltijd ben. Duidelijk. Maar desalniettemin zijn daar toch een paar opmerkingen over te maken, want we zitten nu met een ander gezelschap op het podium dan daarstraks. En voordat ik Raymond ook wil huldigen voor een muzikale carrière van 25 jaar, toch even wat andere dingen. Toen ik hier de vorige keer was, toen heb ik u waarschijnlijk iets verteld over het feit dat er in Nederland 3 koepels van muziekverenigingen zijn. Een katholieke koepel, een protestantse koepel en een algemene koepel. En dat we hard aan het fuseren waren. En ik heb misschien toen ook nog wel gezegd dat ik per 1 januari 2011 hoopte dat er 1 organisatie zou zijn in Nederland. Dat is niet gelukt. Die fusie die is afgeketst op de een of andere manier. En wij vanuit het Brabantse vinden dat we vinden het bijzonder jammer dat dat gebeurd is. Want er is niet zoveel verschil tussen wat ik aan muziek hoor. Dat heeft niet per se een katholiek signatuur. Dat heeft niet een protestant signatuur. Dat heeft niet per se een algemeen signatuur. Nee, jullie maken muziek. En dat doen we bijna allemaal echt. Omdat het samen muziek maken zo leuk is. En dan is inderdaad die ode aan die Freude, het slotkoor van de 9e symfonie, alle mensen weer het breuren, daar zouden we met z'n allen goed naar moeten luisteren. Dat is even een ontboezeming. Maar aan de andere kant, die fusie die niet doorgegaan is, die betekende dat we toch ook in Brabant, en jullie zijn dit van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, dat we daarmee verder moeten. We hebben in de afgelopen jaren heel voorzichtig gedaan, maar mochten er onder u mensen zijn die zich op provinciaal niveau actief in willen zetten voor de muziekverenigingen in onze omgeving, dan kunt u zich graag bij mij melden. Zie ik daar iemand aan de kassa zijn hand opsteken? Ja. Hij zou bijna willen hoor, ik weet het zeker. Hij heeft tijd genoeg, zeg hier. Nee, dat is alle gekheid op een stokje. Waar ik graag ook wat aandacht voor zou willen vragen, dat is, de burgemeester zei het al, maar wij worden op het ogenblik als muziekverenigingen, en niet alleen de muziekverenigingen, maar ook bijvoorbeeld de creativiteitscentra, de muziekscholen, we worden op het ogenblik geconfronteerd met ernstige bezuinigingen. Ik ben heel blij dat ik een groot gedeelte van jullie concept heb mogen bijwonen, en dan is het voor mij, wat wilt u zeggen? Oh, dat was voor de ober. Ja. Als ik voor die mensen was geweest, had ik een andere opmerking gemaakt. Hij stak zijn vinger op, hè? Nou, dat is hier wel. Nee, waar ik het bij de ogen wil houden, dat politici, en dan mag ik de burgemeester ook aanspreken, dat de waarde van een vereniging als La Harpe in deze omgeving, in deze gemeenschap, dat die nauwelijks genoeg naar waarde is te schatten. Ik wil alle gemeenteraadsleden en politici meegeven, ook op dat lokale niveau, het is een waardevolle cultuur die jullie hier beoefenen. En ik heb dan 2 mensen hiervoor op het toneel zitten die daar invulling aan geven, die daar 25 en 50 jaar invulling aan geven en daarvoor gehuldigd worden. En alleen dat al, het feit dat je ook in deze gemeenschap muziek moet maken, en dat niet alleen hier, dus ik geloof 1,5 kilometer verder ook nog zo, die hebben wel wat minder punten van gekoen, maar daar kun je ook niet altijd alles aan doen. Ja toch? Of is die animositeit tussen Velderil en Kerkdeel, is die niet zo groot op het muziekgebied? Die zit hier op het podium. Gevaarlijk spel. Maar het gaat er voor mij om dat die korpsen in hun gemeenschap een belangrijke rol hebben. En dat komt misschien wel of misschien niet op een concours te
uiting, maar het is wel degelijk belangrijk dat ze er zijn. Muziek is heel belangrijk. En ik zou dus willen pleiten voor een fatsoenlijke ondersteuning van onze verenigingen. Wherever in de gemeente ze zitten. Mag dat dan voldoende zijn? Heb ik dan het gevaar om zelf? Oké, dankjewel. Maar die wilde ik wel even gezegd hebben. Want La Harpe, en dan hebben we het even over La Harpe, dat verdient ook uw steun. Ik zou aan iedereen willen zeggen, doe wat nodig is. En dan kom ik, Raymond, kom ik op jou. Ik dacht even, van luchtmachtkapel. Ja, dat gaat gewoon door, hè. Je bent daar natuurlijk lid van geweest. En dan sta je ineens weer op het podium, hoe is dat? Verrassend, ik wist 5 minuten van het woord pas. Kijk, en dan toont de muzikant hier zich die dat gewoon meespeelt en net doet of dat hij al jaren nog steeds met alles meedoet. Trotse vader van 2 zonen, woonachtig in Kerkdriel en de grote promotor van het zomerconcept. Je bent, heb ik begrepen, nu al bezig met een heel team om dat van de zomer in orde te maken. En doen we het dan weer met allerlei spellen en fietstoestanden? Nee, dat is hier volbakken de doos. Oké. Het thema overigens, dat, ik weet niet of ik dat mag verklappen, maar dat is, en u zult het met dit weer buiten nauwelijks geloven, maar het strand, de beach. Ja, je zou er niet aan willen denken op dit moment. Maar goed. Altijd actief als leider van de promonensectie en behulpzaam ook als docent voor jonge aankomende talenten. En ik zou jou heel graag willen eren met het insigne voor het 25-jarig lidmaatschap en de oorkonde die daarbij hoort. Hartelijk dank voor jouw bijdrage aan La Harpe en dat het nog vele jaren mag duren. Dankjewel. APPLAUS